Goedemorgen gemeente, fijn dat u kijkt. Of goedemorgen, misschien goede avond, goedemiddag. Ik weet niet wanneer u deze opname kijkt. Maar het is in ieder geval fijn dat u kijkt om zo samen gemeente ook te mogen zijn. En te mogen weten dat we verbonden met elkaar zijn. Ja, we leven in een bijzondere tijd in deze coronacrisis. Afgelopen maandag een woningsdag in plaats van een koningsdag. En ik weet niet of u de vrijmarkt heeft gemist of de oranje tompoes, tenminste in Hattem, waren ze om 12 uur al uitverkocht. Nou, ik zie uit naar het moment dat we hier weer in deze zaal met elkaar allemaal mogen zitten. En met elkaar mogen zingen. Met elkaar mogen luisteren naar de verkondiging. En ook met elkaar contact mogen hebben bij het koffiedrinken na de dienst. Ja, we hebben deze week ook een heel mooi geboortekaartje ontvangen van een nog bijzonderder mooi kind. Van Gideon Maarten Ezinga. Nou, misschien ben ik niet zelf helemaal onbevooroordeeld. Het is namelijk mijn zoon. Ik wil hem graag even met jullie lezen. De tekst: laten we knielen voor de Heer. Laten we diep voor hem buigen. Want hij heeft ons gemaakt. Psalm 95, vers 6. We zijn verwonderd en onze hemelse vader dankbaar voor de geboorte van onze zoon en broertje Gideon Maarten. We noemen hem Gideon. Gideon betekent dappere held en werd in de Bijbel geroepen om in de kracht van de Heere Israël te verlossen. 17 april 2020, 3630 gram en 54 centimeter. Nou, een beetje vreemd om de ouders nu veel zegen te wensen bij de opvoeding. Maar ik wil jullie wel allen hartelijk bedanken voor de kaartjes en de bemoedigingen die we vanuit jullie als gemeente ook hebben ontvangen. Laten we om deze dienst nu met elkaar te beginnen, een openingslied zingen. Opwekking 618. Jezus, hoop van de volken. Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. En u bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. En u bent de bron van licht die in ons leeft. Staan. En nu bent de rots waarop wij staan. En nu bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U won van de dood en droeg onze pijn. En nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Jezus, trooster in elk verdriet. En u bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. En u bent de bron van licht die in ons leeft. En nu bent de rots waarop wij staan. En nu bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U won van de dood en droeg onze pijn. En nu mogen wij dicht bij u zijn. En Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
handen van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. En u bent de rots waarop wij staan. En u bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U won van de dood en droeg onze pijn. En nu mogen wij dicht bij u zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Heer, ik geloof. Heer, ik geloof. Heer, ik geloof. Heer, ik geloof. Laten we met elkaar deze dienst, online dienst, ook aan de Heere opdragen en samen bidden. Ja, Vader, we willen bij u komen, Heere. Omdat we het van u willen verwachten, omdat we u willen prijzen, Heere. Omdat we voor u willen leven. U bent het waard om voor te leven, Heere. U bent de Allerhoogste, Heere, die alles heeft gemaakt, Heere. Heer, we kunnen het alleen maar van u verwachten in ons leven. Heer, we willen u danken voor alles wat u heeft gegeven. Heer, we willen u danken voor de geboortes, Heer, van de afgelopen weken in onze gemeentes. Heer, we willen u danken daarvoor, Heer, wat een prachtig nieuw leven heeft u gegeven. Heer, dank u wel. Heer, maar er zijn ook zoveel zorgen. Heer, u kent ze ook, Heer, de hele coronacrisis, Heer. Heer, zoveel verdriet en ellende wat het met zich meebrengt. Heer, ook mensen in onze gemeente die daardoor zijn geraakt, Heer. En Heer, we willen u ook bidden, Heer, of u ook deze coronacrisis ook wil aangrijpen, Heer, dat mensen ook u weer gaan zoeken. Heer, maar we willen u ook bidden voor genezing, we willen u ook bidden voor een vaccin. Heer, dat er ook iets gevonden mag worden hiertegen. Heer, en dat we ook, ook snel als gemeente ook weer hier bij elkaar mogen gaan komen, hier in dit gebouw. Vader, ik wil u bidden voor wijsheid, Heer, voor de regering hier in Nederland, maar wereldwijd, Heer. Hoe ze hier ook mee om moeten gaan, wat wijs is hierin. Vader, u bent uiteindelijk degene die alle wijsheid bezit, Heer, en u weet precies wat er nodig is, Heer. Heer, daarom willen we bij u pleiten, Heer, of u die kennis wil geven, of u het inzicht wil geven, Heer. Ik wil u ook danken, Heer, dat we dat het lijkt dat het ook al iets minder aan het worden is. Heer, wil u daarvoor danken. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen wil ik het met jullie gaan hebben uit een stukje, een gedeelte uit Colossense. En ik vind dit een prachtig stukje wat de vooraanstaande positie van Jezus beschrijft. Dat hij God is. En volgens mij is dit ook een heel belangrijk iets, dat we dat altijd beseffen, dat Jezus God is. Want als hij geen God is, dan kon hij onze zonden niet vergeven. Als hij God niet is, wat snappen we dan van de wonderen in de evangelie? Of wat zegt het, als hij niet God is, dan zou je niet die almacht hebben om de schepping te maken. En zouden we ons leven willen toevertrouwen als Jezus niet God is? Maar voordat we dit stukje met elkaar openslaan, is denk ik goed om even te kijken naar de Colossense brief als geheel. Waarom is deze brief geschreven? Een stukje achtergrondinformatie over de Colossense. Vervolgens lezen we het stukje met elkaar en dan zingen we nog een lied. Voordat we dan de versen verder gaan bestuderen. Nou, achtergrond van de Colossense. Het thema van de brief is Jezus is de eerste, Jezus is de hoogste, de voortreffelijke, eminent, uitmuntend. En het sleutelvers in is Colossense 1 vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Ja, Colosse. De plaats Colosse lag ongeveer op 150 kilometer van Efeze af. Ten
oosten van Efeze, landinwaarts in het huidige West-Turkije. Klein-Azië werd het toen ook wel genoemd. En dat lag in dezelfde regio als waar ook Johannes de brieven of de gedeeltes aan in Openbaring 2 en 3 over schrijft. Maar deze stad was eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk. En als deze gemeente er nooit was geweest, als er nooit een brief was geweest, was waarschijnlijk Colosse ook nooit genoemd geweest in de Bijbel. Nou, Paulus schrijft deze brief omstreeks 60 na Christus, toen hij in gevangenschap zat in Rome. Hij is zelf ook nooit in Colosse geweest, Paulus. Maar waarschijnlijk wel door zijn werk in Efeze, waar hij tussen de 2 en 3 jaar heeft gewerkt, is Epaphras tot geloof gekomen. En Epaphras heeft het geloof meegenomen naar Colosse en heeft het daar gedeeld met de mensen. Nou, dat lezen we in Colossense 1 vers 7. Nou, hoewel de stad waarschijnlijk bestond uit voornamelijk heidenen, woonde er ook een Joodse gemeenschap. En door de handelsroute die er langs liep, kwamen er veel nieuwe leerstellingen en doctrines de gemeente, maar ook de stad binnen. Nou, de gemeente bestond dan ook waarschijnlijk uit heidenen en Joden tezamen. En daarom konden ook deze nieuwe leerstellingen en doctrines ook voet aan de grond krijgen, ook binnen de gemeente. Nou, Paulus schrijft een aantal dingen in zijn brief, waardoor we daaruit kunnen afleiden dat hij ze wil waarschuwen. Nou, ten eerste wilde ze waarschuwen ook voor het wetticisme. Nou, het wetticisme is denk ik voor de meesten van ons wel bekend, dat we door ons aan wetten te houden rechtvaardig zouden worden. Maar hij ageert ook tegen de gnostiek. En ik denk dat dat iets minder bekend is. De gnostiek zegt eigenlijk in wezen alleen Jezus is genoeg. Je zou Jezus nodig hebben en een openbaring, een visioen, een verschijning, iets hogers, iets van de goddelijke macht in je leven. Je had meer nodig dan alleen Jezus. En deze gnostiek beweerde dan ook dat God geen mens heeft kunnen worden. Terwijl wij juist weten dat God mens is geworden in Jezus Christus. Nou, Jezus was dan eigenlijk net zoals de engelen en de demonen een van de ondergoden. Nou, in Colossense 2 vers 18 ageert Paulus sterk tegen het feit dat ze engelen vereren of zich laten voorstaan op dingen die ze helemaal niet hebben gezien. En hij zegt ook in Colossense 1 vers 22 dat Jezus wel degelijk mens is geworden. Nou, dat is in het kort gnostiek. Dus in zowel het wetticisme, wat we in deze brief terugzien, als de gnostiek, is dus eigenlijk Jezus alleen niet genoeg. Nou, dat druist helemaal in tegen ons geloof. Nou, Paulus hoorde van deze dwaalleer dat dit de gemeente inkwam door Epaphras, die naar hem toe was gekomen in Rome, waar hij gevangen zat. En Epaphras heeft dus blijkbaar die lange reis willen maken, omdat hij bezorgd was waarschijnlijk om Paulus, maar ook om de gemeente, om dit met Paulus te delen. En daarom gaat Paulus ook op deze brief in op de positie van Jezus Christus. Wie is Jezus Christus? Om hem te laten zien dat Jezus Christus de enige God is. De enige God van wie we onze redding moeten verwachten. Laten we nu met elkaar het stukje lezen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling, Colossense 1, vers 15 tot en met 18 is het stukje wat we behandelen. Ik lees iets verder door. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen en hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeboren uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend.
in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping, die onder de hemel is, waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Laten we nu zingen. Johan de Heer 881 is hier een hart door vrees benard. Slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer. En daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Ja, ik wil nu de versen 15 tot en met 18 stukje voor stukje eigenlijk met jullie behandelen. Nou, in dit stukje staat Jezus Christus centraal. En we leren hier denk ik drie essentiële lessen over wie Jezus is. Jezus Christus in relatie tot God, vers 15. Jezus Christus in relatie tot het universum, tot het gemaakte, versen 16 en 17. En Jezus Christus in relatie tot de gemeente, vers 18. We beginnen met Jezus Christus in relatie tot God, vers 15. Paulus geeft hier twee beschrijvingen van wie Jezus is. Hij is het beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene van heel de schepping. Ja, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Paulus gebruikt hier een woordje, eikon, wat vertaald kan worden als beeld of afbeelding. Of als gelijkenis, gelijkwaardig, gelijksoortig. En het woord wordt door Jezus zelf ook gebruikt in Matthäus 22, vers 20. Waarin hij wordt gevraagd van wie de afbeelding op de munt is. Of ze belasting moeten betalen. Nou, met dit woord eikon, als hij dit woord gebruikt, zegt hij dus eigenlijk dat Jezus de representatie, het afbeelding, het beeld, als de manifestatie van God is. Dus dat hij God is en God laat zien. En de mens echter wordt ook als beeld voorgesteld, zullen sommigen van jullie misschien denken. In Genesis 1 vers 26 en 27 is dat ook zo. Maar de mens is absoluut geen perfect beeld van God. Wij zijn
naar Gods beeld geschapen. In de zin van dat wij een relationele persoonlijkheid hebben. Een intellect, een emotie. En een wil om te kiezen en te denken. Maar we zijn in veel opzichten niet zo als God. Zo zijn wij zondaars en God is zonder zonde. Dus heel anders dan dat God een beeld, of dat Jezus een beeld van God is, zijn wij een beeld van God. Jezus Christus is het perfecte, absolute, nauwkeurige beeld van God. Hebreeën 1 vers 3 zegt, Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En waar een afstraling ook vertaald kan worden als schijn. Zoals het zonlicht schijnt en het zonlicht de zon reflecteert, zo reflecteert Jezus God. Jezus is de exacte gelijkenis van God. Hij is in de gestalte van God, zegt Filippenzen 1 vers 6. En daarom kon Jezus ook zeggen in Johannes, of Johannes 1 vers 14. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus is de eerstgeborene van heel de schepping, een tweede stukje. Nou, verschillende stromingen die de godheid van Jezus ontkennen, gebruiken juist dit stukje als argument dat Jezus zelf niet God is. Want als hij de eerstgeborene is, is hij dus het eerste geschapen en was hij er niet altijd al. Want God was er altijd al. Nou, jullie kunnen hier bijvoorbeeld denken aan Jehovah-getuigen, die niet geloven dat Jezus Christus de hoogste God is. Nou, een paar jaar geleden woonden we in Zwolle. Toen kwamen Jehovah-getuigen bij ons aan de deur. En nou, ik ging met hen in gesprek en ik nam hen ook mee naar dit gedeelte. Want ik vind dit altijd een heel prachtig gedeelte over wie Jezus is. Maar zij wezen toen eigenlijk direct op dat woordje eerstgeborene. En ik had het eigenlijk nooit zo heel goed bestudeerd. Dus het bracht me eigenlijk best wel een beetje van me apropos dat ik dacht van, hoe zit dit? Dus, dacht toch eventjes, nou, dat moet ik eens nog eens uitzoeken. Maar eigenlijk, als je naar de context van het hele stuk kijkt, is het eigenlijk een hele vreemde uitleg. Dat hij het eerste geschapene zou zijn. Specifiek, als we naar dit woordje kijken, dan gaat dat over prototokos. En als je naar de context, is het een hele vreemde uitleg. Want als we het stukje niet snappen, is het belangrijk te kijken naar de bredere context waarin het is geschreven. Als we naar dat specifieke woordje prototokos kijken, dan betekent dat eerstgeborene. En betekent dat soms eerstgeborene in lijn, chronologisch, opvolgend. Maar bijna altijd refereert prototokos naar de positie of de rang. Dus het refereert bijna altijd aan de positie of rang. Dus Jezus Christus is de hoogste in rang. In alles. En daarbij is het belangrijk te snappen dat in zowel de Griekse als de Joodse cultuur, waar de mensen zaten die deze brief kregen, de eerstgeborene was degene die recht, het eerstgeboorterecht had. Dus niet zozeer degene die ook eerst was geboren, maar degene die het ook had. Denk aan Esau en Jacob, waar een Esau de eerst geboren werd en Jacob uiteindelijk het eerst geboorterecht had. En zoals ook Israël, het volk Israël, Gods eerstgeborene wordt genoemd, maar zij zeker niet de eerste mensen waren. En zoals Jezus ook zelf de eerstgeborene uit de doden wordt genoemd, en we weten dat Jezus niet de eerste is die uit de doden opstond. Nou, dat Jezus de eerstgeborene in positie is, staat duidelijk in Psalm 89 vers 28. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Nou, het gaat hier duidelijk in op de positie, om de rang van Jezus Christus. Zoals we ook dit gedeelte met elkaar hebben gelezen en de hele brief van Colossense ingaat op de positie, de rang van Jezus Christus. En zo beschrijft vers 17, wat we ook zo nog zullen bekijken. En hij is voor alle dingen. Nou, alleen God was voor alle dingen. En zoals Micha 5 vers 1, een bekende kersttekst, u wel bekend, zegt.
En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Een duidelijke profetie over Jezus Christus. En deze laatste zin is denk ik veelzeggend. Dat zijn oorsprongen van eeuwige dagen af is. Eeuwig, geen begin of eind. Jezus was er altijd al. Maar laten we doorgaan naar versen 16 en 17. Jezus Christus in relatie tot het universum, tot het gemaakte. We lezen het nog even kort. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Nou, volgens mij zien we hier drie redenen van de relatie die Jezus Christus met de schepping heeft. Hij heeft alles gemaakt. Alles bestaat voor hem. En hij houdt alles in stand. Hij behoudt alles. Hij heeft alles gemaakt. Laten we die drie punten met elkaar bekijken. Omdat Jezus alles heeft geschapen, is hij zelf ongeschapen. Maar wat we hier lezen is echt bizar, mensen. Omdat hij alles heeft geschapen. Vaak zeggen we dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. En dan hebben we vaak, denk ik, het beeld van God de Vader in onze gedachten. Maar wat lezen we hier? Nee, dat God de Zoon, Jezus Christus, de hemel en de aarde heeft gemaakt. En natuurlijk kunnen we ze niet als afzonderlijke goden zien. We geloven in één God. Maar het is belangrijk te beseffen dat Jezus, die mens werd, als klein babytje geboren, opgroeide als zoon van Jozef en Maria, dat die Godspersoon de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat staat niet alleen hier, in Colossense 1 vers 16. Nee, dat lezen we ook bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 3. Waarin we weten dat het woord Jezus is. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in Hebreeën 1 vers 2. Nadat God voorheen vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Door Jezus is de wereld gemaakt, lezen we in dit stukje. En laat zien dat hij God is en dat hij macht over de schepping heeft. Ook in deze tijden van corona. Juist in deze tijden van corona kunnen we ons juist hieraan vasthouden. Voor God is deze crisis niet te groot of is het ontspoord of te groot geworden. Nee, hij is compleet in controle. Hij blijft God. Dat neemt niet weg dat er veel ellende is en veel verdriet plaatsvindt. Maar juist omdat wij ons vertrouwen op God kunnen stellen, op Jezus kunnen stellen, hoeven we niet te neergeslagen te zijn en radeloos te zijn. Tweede stukje, alles bestaat voor hem. De Bijbel vertelt dat de schepping God laat zien op verschillende stukken. Maar in Psalm 19, de hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. En Romein 1 vers 20, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. De schepping geeft God eer. Bij het bestuderen van de schepping kunnen we een glimp opvangen van de grootheid en de kennis, de kracht en de wijsheid van onze schepper. Nou, als we kijken naar wat grootheden bijvoorbeeld in het universum, dan begint het ons al bijzonder snel te duizelen. De zon heeft bijvoorbeeld een diameter van 1,4 miljoen kilometer. Ruim 100 keer groter dan de aarde. Nou, wij vinden de aarde al behoorlijk groot. En het zonlicht doet er ongeveer 8,5 minuten over om ons te bereiken. Terwijl het zonlicht zich verplaatst met 300.000 kilometer per seconde. Een enorme grootheid waar we eigenlijk helemaal geen benul van kunnen hebben. En dan, Betelgeuse, een nog veel grotere ster. Er wordt geschat dat hij in diameter 160 miljoen kilometer is.
Het licht van die ster, van die zon, doet er ongeveer tussen de 500 en de 800 jaar over om ons te bereiken. Met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Afstanden waar we compleet geen benul van kunnen hebben. Waar we veel te klein voor zijn om dat te kunnen begrijpen. En die ontstonden toen God zei, in Genesis 1 vers 14. En God zei: laat er licht te zijn aan het hemelgewelf. Om licht te geven op de aarde. En zo zouden we nog een heel poos kunnen doorgaan om ons te verbazen over de schepping. Deze schepping is gemaakt tot eer en tot plezier van Hem. En Hij houdt alles in stand. Ja, Jezus houdt alles in stand. Jezus houdt alles in stand. Dat is ook iets bizars. Dat horen we niet zo vaak. God heeft de hemel en de aarde gemaakt, zeggen we dan. Maar dat Hij het continu in stand houdt, zodat het precieze evenwicht wat we hier nodig hebben op aarde, zodat er leven mogelijk is. Hij houdt het in stand. Ja, ik kan er niet heel veel over zeggen. Ik ben geen natuurkundige. Dus ik weet niet precies wat dat dan allemaal exact inhoudt. Maar als Hij het in stand houdt, dan houdt Hij het in stand op ieder moment. Als ik hier nu sta, houdt Hij ons in stand. Maar ook toen Hij werd geboren, toen hield Hij de wereld in stand. Toen Hij een klein babytje was, hield Hij de wereld in stand. Toen Hij opgroeide, hield Hij de wereld in stand. Toen Hij met de fariseeën en sadduceeën in gesprek was, hield Hij hen in stand. En gaf Hij het leven. En zelfs toen ze schreeuwden, toen Hij daar stond, weg met Hem, hield Hij die mensen in stand, zou je in zekere zin kunnen zeggen. En toen ze Hem kruisigden en gezelden, toen hield Hij die mensen in stand. Dat kunnen we ons toch niet voorstellen. Maar ook ons. Toen wij deze week bewust tegen God kozen, bewust datgene bleven kijken of daarop klikten. Toen hield Hij ons in stand. Hij gaf ons leven. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord heeft. Nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zegt Hebreeën 1 vers 3. Ja, wie anders dan God zou dit kunnen? En derde punt, Jezus Christus in relatie tot de gemeente. Vers 18. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeboren uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn. Ja, in het Nieuwe Testament worden er verschillende metaforen gebruikt om de gemeente, om de kerk te beschrijven. Dus onder andere een wijngaard, een kudde, een bruid, een gebouw, maar ook dus een lichaam. En misschien is dat wel de belangrijkste. En Jezus is het hoofd van het lichaam. En wij allen, de gelovigen in Jezus Christus, zijn zijn gemeente, zijn zijn lichaam. In Korinthe 12, vers 12 en 13. Zegt, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al die leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij dat we Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Dus wij zijn één lichaam. Ja, in het Grieks wordt hier in Colossenzen 1 vers 18, als daar wordt gesproken over het hoofd, het woord gebruikt dat ook vertaald kan worden als bron of als oorsprong, leidsman, heerser. Want waarschijnlijk heeft de geest hierdoor Paulus willen zeggen dat Jezus de bron van de gemeente was. Het hoofd, de leidsman van de gemeente. En vervolgens lezen we dat hij ook het begin is. De gemeente is gestart. De oprichter van de gemeente. Degene
die ook leven geeft aan de gemeente. Zijn dood en opstanding geven voor ons een nieuw leven in Christus. Ja, Jezus heeft als hoofd de hoogste positie in de gemeente en is de oprichter en onderhouder van de gemeente. En hij is de prototokos, de eerstgeborene uit de doden. Nou, we weten vanuit de Bijbel dat hij niet de eerste was die uit de doden opstond. Maar hij is wel de belangrijkste die uit de doden is opgestaan. Want zonder zijn dood en opstanding zou er ook voor ons geen opstanding uit de doden zijn voor ons. 1 Korinthe 15, vers 20 en 23. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder rechter in zijn eigen orde, Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Ja, onze hoop is op Christus, omdat hij uit de doden is opgestaan. Ons leven is Christus, omdat hij uit de doden is opgestaan. Ons alles is Christus, omdat hij de eerste is in alles en in allen. Omdat hij uit de doden is opgestaan. Dus wat we met elkaar hebben gezien, de drie lessen, Jezus Christus in relatie tot God, hij is God. Jezus Christus in relatie tot het gemaakte, hij heeft alles gemaakt. Alles bestaat voor hem, hij onderhoudt alles. En Jezus Christus in relatie tot de gemeente. Hij is de oprichter, hij is het hoofd en hij is de onderhouder van de gemeente. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we heel goed blijven weten dat Jezus Christus God is, de hoogste God. Laten we nu met elkaar zingen, opwekking 558. Voor uw grote naam. En het refrein is heilig, heilig, Heer God Almachtig. Wij zijn als adem, u was er altijd, Heer van de eeuwen, God van de tijd. Wij zijn hier even, u bent voor eeuwig, heersend met het liefde en majesteit. Zullen we met elkaar bidden? Dan geef ik ook aan het einde de zegen mee. Ja, Heere, voor uw grote naam. Heer, wat bent u een groot God.
Heer, u bent de scherper van hemel en aarde, degene die altijd al leeft. Heer, we willen u danken dat u alles in stand houdt. Heer, continu, we willen u danken, Vader, dat u ook het hoofd bent van de gemeente, degene die de leidsman is van de gemeente, de oorsprong, Heer, de kracht in de gemeente, degene die het behoudt. Heer, en daarom kunnen we compleet in vertrouwen op u zijn, Heer, omdat u het in stand houdt. Heer, wat is het goed om uw kinderen te mogen zijn. Heer, dat we altijd naar u kunnen opkijken, Heer. Altijd weer naar u toe kunnen gaan. Heer, we willen u prijzen, Heer, en willen u loven, Heer. Dat u de eeuwige bent. Heer, zo hoog verheven, Heer. We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen, Heer, dat u voor uw schepselen, Heer, wilde sterven aan de kruis. Heer, maar u hield zoveel van ons en daarom willen we u zo danken, Heer. Dat u ons heeft gered, Heer. Dank u wel, Vader. Ik wil jullie nu graag ook de zegen meegeven uit 2 Korinthe 13, vers 13. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Laten we nu nog een slotlied met elkaar zingen. In eeuwigheid, opwekking 799. Zwart, de hemel treurde zacht. Gods zoon werd aan het kruis geslagen. Hij werd voor ons vervloekt, vergoot voor ons zijn bloed. Zo heeft hij onze straf gedragen. Een laatste schreeuw, de hemel keek en zweeg. Gods zoon werd naar het graf gedragen. Een oorlog in het graf, de dood werd overmand. Op eigen grond voorgoed verslagen. Opeens bewoog de grond. De steen werd weggerold, volmaakte liefde won zelfs van het graf. Nee, dood, jij heerst niet meer, de opgestane Heer heeft al je macht gebroken. Want Jezus leeft in niet meer, de opgestane Heer heeft al je macht gebroken, want Jezus leeft in eeuwigheid, verrezen Heer in eeuwigheid.
Jezus, hij leeft. Want Jezus leeft in eeuwigheid. Verrezen Heer in heerlijkheid. Verheven hem, verheerlijkt. Jezus, hij leeft. Jezus, hij leeft. Lam is opgestaan. We zingen halleluja. We zingen halleluja. We zingen halleluja. Het Lam is opgestaan. We zingen halleluja. We zingen halleluja. We zingen halleluja. Het Lam is opgestaan. We zingen halleluja, we zingen halleluja, we zingen halleluja, het Lam is opgestaan. Want Jezus leeft in eeuwigheid, verrezen Heer. Jezus, hij leeft. Jezus, hij leeft.